Maar in hoeverre is dat veranderd dan? Sinds jouw begin van jouw carrière? Ja, het is wel extremer geworden. Zeker door het social media gedrag van heel veel mensen die daar gaan dreigen en anoniem er iets van vinden. En ook nog denken dat jij, praat ik in het algemeen, vinden dat jij iets moet doen. Terwijl ze nooit een training zien. En ook niet weten, in dit geval bijvoorbeeld Maurice, die is elke dag ook bezig met zijn vak. Ja. Met zijn staf. Nou, daar gaan heel veel uren in zitten. En is, ja, natuurlijk, die zaterdag is een meetmoment, of vrijdag of zondag, maakt niet uit welke dag. Maar uiteindelijk gaat het om veel meer dingetjes. En dat heb je ook vaak wel eens bij beleidsbepalers, die ook dan in die emotie komen, terwijl je ziet ze de hele week niet. En wat merk jij van schreeuwende buitenkant, zeg maar, social media en... Nou, dat valt op dit moment wel mee, maar er zijn wel enkele die dan nou wel reageren doordat wij wat minder presteren of minder resultaten halen. Dan merk je wel dat er daar bepaalde mensen daar toch wel nodig vinden om te reageren. Maar in het algemeen valt het nog wel mee. Ja, maar nu is het natuurlijk bij jullie ook nog wel, zo heftig is het allemaal nog niet uit. Nee, alleen door de situatie hebben we wel een bepaalde verwachtingspatroon geschetst. En men verwacht dan dat we daar de rest van het seizoen ook blijven zitten. Alleen de realiteit is nog steeds dat we met beperkte middelen gewoon boven verwachting goed presteren. Ja. En dat er dus heus wel eens een keer een moment, en dat heb ik in het begin van het seizoen ook al aangegeven, dat we heus wel een keer een moment tegenkomen dat het even tegen zit. Nou ja, nou zitten we in deze fase. Alleen we moeten niet in paniek raken, we moeten gewoon vasthouden met het plan waar we bezig zijn. Dan komen we er ook wel weer bovenop.